Hi, welkom. De Goodiebox, dit is een oude. Dit is de Goodiebox oktober, denk ik. Maar volgens mij heb ik... Ik heb toen oktober opgenomen en gezegd dat ik september gemist had. Dat was de box van september. Want ik had augustus niet gemist, niet de box gemist in die zin. Ik had het filmpje opgenomen met de oude telefoon. En die heb ik op een gegeven moment laten schoonmaken, want het plugje ging er niet meer in. En toen hebben ze hem gewiped bij Samsung. En dat wist ik van tevoren, maar geen moment meer over nagedacht dat die augustusbox er nog op stond. Dus nu dus de oktoberbox begin november. Maar goed, het is even niet anders. Volgens mij hoor ik de buitendeur. Hij komt helemaal met paars verpakt deze keer. En een kaart. Ik heb ook mijn bril erbij. Zo. Een kaartje. Die bril is vies. Even schoonmaken. Over wijngums. Wally en Wis. Homemade vegan gourmet wijngums. Produced in. Je krijgt een code voor een adventkalender voor wijngums. Oké. Zullen we dat maar niet doen, want dan is het diabetes. Hallo. Hi. Als eerste. Deze. De Nire Beauty Tweezer. Groot, dik, klein. Groot, klein, dik, dun. We houden allemaal verschillende maten wenkbrauwen. We weten dat een goede tweezer de juiste tool is. En deze kost €16. Wes ook al mijn bed. Die hoort mij nu praten, dus die komt hier niet naar binnen, want die wil niet op beeld. Maar ik sloop het natuurlijk weer. Dit is hem. Heel mooi rosé goud. Ja. Met het merk erin. Nou, oké. Okay. Het tweede is... deze, ik weet niet of je dat kan lezen. Het is heel mooi, zachte roze met witte letters, maar daardoor is het heel slecht leesbaar. Regenerating Stick Mask van winkelwaarde €16,90. We houden van een heerlijk klein masker, maar niet altijd voor vieze vingers. Met deze stick mask kun je te werk gaan zonder je hand te vervuilen. Het is gemaakt van witte klei dat rijk is aan silica om je huid te vernieuwen, te stimuleren en te genezen. Waardoor je er fantastisch uitziet met een gezonde gloed. Breng aan op de droge huid en laat 5 minuten intrekken voordat je het afspoelt met lauw warm water. Tip. De klei is alleen actief als het nat is. Dus besproei je gezicht wanneer het begint te drogen. Nou. Dit is... Er zit iets van een plasticje omheen. Niet binnenkomen, ik ben aan het filmen. Mag ik wel praten? Ja, je mag praten. Tuurlijk mag jij praten. Ik wil even naar het ding gaan. Ik wil even zo'n ding Daniel en een pak granola pakken. Mag ik even €5 pakken? Er zit volgens mij nog in mama's portemonnee geld. Laat me raden, papa is met de witte? Ja. Hoe staat die Rona ervoor met de wasman? Ik heb geen idee. Moet je aan papa vragen, lieverd. Tot zo. Tot zo. Gaan we aankleden.
Oké, er zit hier plastic omheen en hoe dat er dan afkraakt, weet ik niet. Je kan hem wel gewoon omhoog draaien. Nou, dat moet ik dan nog even gaan uitvinden. Dit is ontzettend triesproef gemaakt, zou ik maar zeggen. Dan hebben we deze. De Sandstone Scandinavia Lip Glaze. De waarde van 18 euro. Droge lippen, no more. Aankomende herfst. Tenminste niet als je ze behandelt met de Lip Glaze van Sandstone. Het hydrateert de lippen, geeft ze een gezonde uitstraling zonder gevoel van plakkerigheid. Met deze prachtige kleur die een look en finishing touch geeft. Ben je om te zoenen. Het is... ik dacht eerst dat het roze was, maar het lijkt wel... Oh, het trekt enorm, zie je dat? Daar hou ik niet zo van. Het voelt een beetje als een lippenbalm. Nou, weet je wie er thuis is? Papa. Ja! Nou, mooi, kan hij even koffie zetten. Kan dus toch met de witte Mercedes. Oh, ja. Hey Wessel, zeg maar tegen papa dat ik zo naar beneden kom. Wat? Wat naar Dega? Dan hebben we deze, de Moshi Moshi Mind Sponge. Full size is dit. Winkelwaarde 14. Een cognac sponge met collageen. Zet je reinigingsroutine wat extra kracht bij met deze cognac sponge van Moshi Moshi Mind. Het exfolieert je huid zachtjes en geeft daarbij een natuurlijke glow. Hoe het werkt? Laat de sponge 3 tot 5 minuten in warm water zacht worden en masseer het op je gezicht of lichaam. Voeg desgewenst je favoriete zeep toe. Spoel de sponge na gebruik goed uit en bewaar op een droge, koele plek. Oké, daar hou ik het zo van. Oh, er zitten ook wijngums in van de Wally Waltz. Dit zijn voor Dennis. Het is ook glutenvrij, dus is goed voor hem. En dan hebben we nog de Ivy Aya Face Cream met provitamine B5. For all skin types. Moisture, preserving and regenerating cream. Je huid verdient wat extra liefde als de seizoenen wisselen. En deze crème van Ivy Aida geeft je skin precies dat. De provitamine B5 beschermt, voedt en vernieuwt. Gebruik het 's ochtends en 's avonds na het reinigen van je gezicht of over je serum als je in je skincare routine past. En laat die liefde op je huid maar volop zijn werk doen. Nou, leuk! Leuke dingen deze maand erin. Dat ga ik ook gebruiken. Vind ik leuk. Ik bewaar die laadjes ook altijd. Ik heb hier zo'n heel torentje staan. Die zijn voor Dennis. Dit ga ik zo opruimen. Ik hoop dat ik van november ook snel krijg. Dan post ik hem ook gewoon zeker deze maand. Maar dit was natuurlijk oktober. Bedankt voor het kijken. Fijne dag en blijf gezond.